Met de starterslening van SVN kunt u als financieel adviseur het verschil maken voor de starter op de woningmarkt. Dit is een aanvullende lening bovenop de eerste hypotheek en hierdoor kan de starter misschien toch die droomwoning kopen. Een gemeente, provincie of corporatie kan de starterslening beschikbaar stellen voor mensen die voor het eerst een woning willen kopen. Op onze website kunt u zien of de starterslening beschikbaar is in een bepaalde gemeente. Zo ja, dan is dat goed nieuws voor de starters die u adviseert over de financiering van hun eerste woning. Een aantal kenmerken. De starterslening mag maximaal 20% van de koopsom van de woning zijn. De koopsom van de woning mag niet hoger zijn dan de NHG-grens. En de starter betaalt de eerste 3 jaar geen maandvasten. De woningmarkt verschilt per gemeente. Daarom kunnen voorwaarden zoals maximale lening en maximale koopsom verschillen. Zo kan de starterslening er in elke gemeente net iets anders uitzien. De werking en het proces zijn overal wel hetzelfde. Hoe vraagt de starter de lening aan? Eerst maakt de starter een proefberekening op svn.nl/starterslening. Daarna gaat de starter naar de gemeente om een toewijzing aan te vragen. Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden van de gemeente, dan kan de starter de lening aanvragen. De starter vult op svn.nl alle gegevens in en verzamelt de benodigde documenten. Is de aanvraag compleet en zijn alle stukken akkoord, dan doet SVN de aanvraag. Als de uitslag positief is, ontvangt de starter een offerte voor de starterslening. Met deze offerte kan hij een eerste hypotheek bij een andere geldverstrekker aanvragen. Na ontvangst van de getekende offertes maakt SVN de aktestukken op en verstuurt deze naar de notaris. Deze akte moet samen met de eigendomsakte en de akte voor de eerste hypotheek gelijktijdig passeren. Kijk voor meer informatie op svn.nl/starterhelpen.